Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met. In deze aflevering praten we over het Museumdag. Waar is het allemaal begonnen en wat kunnen we dit jaar verwachten van de organisatie? We praten hierover met Astria van Dijten en meneer Patrick Brunix. Patrick Brunix en Astria, welkom in ons programma. Drukke week, denk ik. Hoe verlopen de voorbereidingen? Nou, uitstekend. We zijn natuurlijk niet deze week alleen bezig. Maar eigenlijk maandenlang zijn we al bezig met de voorbereidingen. Er is ook een commissie samengesteld uit verschillende organisaties. En ik denk dat ik direct erbij kan zeggen dat Astria eigenlijk de grote trekker is van het geheel. En er is inderdaad heel veel voorbereidingen meegepast. Oké. We horen al een paar jaren hier in Suriname Museumdag. Van waar het idee? Nou, inderdaad, een stukje historie. Museumdag is eigenlijk begonnen in Berlijn. Het is in 1997 was de eerste Museumdag. Er bestond al een museumdag. Mm-hmm. En die museumdag was in het teken om inderdaad bezoekers te trekken naar de verschillende musea. Maar toen in Berlijn had men het idee van, hey, laten we het een leuk tintje eraan geven. We gaan een museumnacht organiseren, want dat heeft natuurlijk een bepaalde sfeer altijd. Yeah. Maar het was zo'n groot succes dat op een gegeven moment dit werd geadopteerd door de International Council of Musea. Dat is inderdaad een internationale organisatie. En toen zijn ook meerdere voornamelijk Europese steden dit gaan kopiëren. En het is gestaag gegroeid. En heden ten dagen doen bijna 120 steden mee aan zo'n museumnacht. De museumdag vroeger was rond 18 mei. Dus de meeste museumnachten zijn ook rond 18 mei. Ja. Maar ieder land en stad geeft weer zijn eigen tint eraan. En zo is het ook overgewaaid naar Suriname. En in 1974 was dus de eerste museumnacht in Suriname. Mm-hmm. Oké, en waarom houden we in Suriname op een ander tijdstip? Nou, verschillende redenen. De eerste hebben we wel keurig rond de 18e gehouden. Het was, dacht ik, 17 mei. Mm-hmm. Maar door omstandigheden kijken we naar de vakanties. We hebben natuurlijk een hele andere vakantieperiode dan in het buitenland. We letten soms op de regentijd. Je weet, mei is regentijd. Ja. Dus daar houden we rekening mee. En tot nu toe is het gelukkig goed verlopen door onze aanpassingen. En ook dit jaar hebben we gezegd, we hadden het eigenlijk aanvankelijk hadden we eerder gepland, toch? Mm. Maar we rekening houden met de vakantie. Dachten we, oké, kort na de start van de scholen gaan we dan dit jaar het zo. We zijn nog bezig te experimenteren. En dan gaan we het steeds evalueren om te kijken, oké, wat is de beste tijd? Ja, u haalde net aan dat de eerste keer toen het in Suriname werd gehouden, het 1974 was. Ja. We zijn dit jaar bij de 8e editie van Museumnacht. Ja. Waar zijn er onderbrekingen geweest? Verschillend hoor. Met name COVID was een grote onderbreking. En, sorry, wat zei ik? Het is 2014. Ja. 2014 was de eerste. Hier in Suriname. Ja, en eigenlijk was het alleen met COVID waren dus eigenlijk onderbrekingen. Dus vandaar dat het niet de 10e editie is van dit keer, maar het is de 8e editie. Ja. Oké. En de afgelopen jaren hebben we gezien dat heel veel museale instellingen deelnemen aan Museumnacht. Wat kunnen de bezoekers dit jaar verwachten? Dus in feite hebben we dit jaar het collectief op zich bestaat uit 19 deelnemers. Mm-hmm. Maar dit jaar vanwege onvoorziene situaties hebben we een paar deelnemers die helaas niet mee kunnen doen. Mm-hmm. Dus we zitten dit jaar met 15 deelnemers. De deelnemers die zijn dus gescheduled voor Museumnacht en Museumdag. Mm-hmm. Museumnacht is dus op 9 november van 5 tot 10. En dan hebben we Museumdag, dat is 10 november van 9 tot 5. We hebben dus op schema voor Museumnacht hebben we Klevia Park, we hebben G. Oortblok, het Nationaal Archief Suriname, het Surinaams Rumhuis, Joods Museum Nax, Numismatisch Museum, Stichting Surinaams Museum Surpos, Verhalen Museum te Frederiksdorp en Villa Sapakara. Museumdag hebben we Dita Biki. We hebben Fort New Amsterdam, het Nationaal Archief Suriname,
Contemporary Art Museum Mungo en Tour Koroni. Als we dus zo kijken, is Museum Nagmeer gebaseerd op de musea binnen Paramaribo en omgeving. Mm-hmm. En Museum Dag, dus meer de vergelegen plekken. Alleen hebben we dit jaar wel Nationaal Archief dat dus zowel nacht als dag mee zal doen. Mm-hmm. De activiteiten die gepland zijn, heel veel. We hebben dus wel de activiteiten schema op onze Facebookpagina. Dat is Museum Nacht Suriname. Mocht mensen toch in detail de activiteiten willen zien, mag men natuurlijk onze Facebookpagina volgen. Wat ik wel kan zeggen, het is heel veel. Aan de hand van het thema dit jaar, want dit thema is education and research, hebben we dus activiteiten bijeengezet. Mm-hmm. Maar niet alleen gewoon education research, er zijn natuurlijk ook andere activiteiten. Bijvoorbeeld het Numismatisch Museum, die heeft ook bijvoorbeeld iets over de geldwezen die ze gaan presenteren. We hebben Stichting Surinaams Museum, die gaat een leuke spur toch met die kinderen hebben. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook het Surinaams Rumhuis, die zegt van oké, wij zijn degene die rum produceren. Dus op die avond mag je onze bottelarij bezoeken, een beetje educatie erbij. En daarnaast gaan we een beetje researchen en education, en dat is ook onze rum leren maken. Het is wel zo dat voor sommige van die activiteiten je vooraf moet registreren, omdat we met enkele mensen maar kunnen accommoderen op die avond. En natuurlijk bij sommige van de deelnemers zijn er wel entrykosten. Een voorbeeld bijvoorbeeld Frederiksdorp, die is dus voor Museum Nacht. Hun hebben ook tours binnen Frederiksdorp. En de toegang daar is wel 150 SRD, maar dat is wel inclusief transport. En dan hebben we bijvoorbeeld ook die Tabiki. Daar moet je wel graag met eigen vervoer, want het is best wel ver. Mm-hmm. En daar is dus de toegang 50 SRD. En daar heb je ook dan verschillende activiteiten. De meeste activiteiten zijn wel gratis. Oké. Ja. Als we even teruggaan naar Museum Nacht en nu een onderverdeling naar Museum Dag. Waarom heeft de organisatie besloten dat erbij te incorporeren? In feite was het werkelijk alleen Museum Nacht, maar we hebben dus gezien de vergelegen plekken zoals bijvoorbeeld Koroni Mungo. Voor een avond is dat heel vermoeiend. Dus we hebben besloten om hun ook tegemoet te komen, waardoor men rustig in de ochtend heel vroeg kan vertrekken. En dan ook genieten van alles wat zij eigenlijk aan te bieden hebben. Vandaar dat we het toch gesplitst hebben, zodat en ieder die ook zo nieuwsgierig is om te kijken en te bezoeken, dat ze toch kunnen kiezen tussen een nacht en een dag. Of als je energie genoeg hebt, kom je nacht en dag. Oké. Interessant, op de lijst van de vergelegen musea heb ik gehoord die Tabiki. En u zei, de personen kunnen zelf rijden daar naartoe. Waar is het precies? En moet je nadat je hebt gereden de boot pakken of zo? Hoe gaat dat precies? Helaas is die Tabiki niet met de bus of met de auto te bereiken. Degene, dus de contactpersoon daar, is de heer Marcel Pinas. Mm-hmm. Hij is dus de contactpersoon, maar hij gaf dus aan dat er zijn twee mogelijkheden. Dat is dus met de boot, dat is wel heel lang varen. En dan heb je ook met de vliegtuig, dat is net enkele uurtjes. Dus als u meer informatie daarover wil, kan ik wel de contactnummer van de heer Marcel Pinas doorgeven. En ieder die zich wenst te registreren daarvoor, kan dan contact maken met hem. Is dat ook te vinden op jullie Facebookpage? De personen niet per se, meer de deelnemers. Maar mochten ze toch meer informatie willen, kunnen ze dus wel contact opnemen met mij. En dan zal ik ze verder informatie geven. Oké. De Facebookpage is meer een portal, waar dus de algemene informatie in staat. Maar ook de contacten van de verschillende organisaties. En dan kun je daarop klikken en dan komen de detailprogramma's wel naar voren. En ik heb zo een beetje een paar van de museanachten meegemaakt. Ik ben zelf geweest als bezoeker. Maar wat me dit jaar opvalt is Postmuseum. En Nationaal Archief. Dus hoe is die samenwerking tot stand gekomen en wat kunnen bezoekers verwachten bijvoorbeeld van Postmuseum? Dus in feite hebben we dit jaar, we zijn heel vroeg begonnen.
Waar eigenlijk vorig jaar, toen Museum Nacht afgelopen was, zijn we meteen begonnen met voorbereidingen van 2024. We zijn echt vroeg begonnen. En toen al hadden we contact gemaakt met natuurlijk het collectief al. Van gaan we nog meedoen? Wie gaat allemaal meedoen? En zodoende hebben we van anderen vernomen dat bijvoorbeeld het Postmuseum ook mee wil doen. Dat het Nationaal Archief ook mee wil doen. Er waren ook een paar anderen die graag ook mee willen doen. Uiteindelijk hebben we ze gecontact en bleek dus werkelijk dat ze mee willen doen. En zo hebben we ze bij de meetings dan meegenomen. Maar ja, zoals ik zei, we hadden eigenlijk gepland oktober. Maar ja, onvoorziene situatie heeft het geleid dat we het hebben verschoven naar november. En vanwege dat hebben we dus enkele deelnemers hebben toch een beetje, ze hebben niet mee kunnen doen vanwege de datum. Ze zijn niet aan beschikbaar. Dus in feite is het zo aan toegegaan dat wij ze gecontact hebben en daarna hebben zij bevestigd. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk musea mee te nemen in dit gebeuren. Ja, ja. Wie heeft ons niet verteld dat we kunnen verwachten van het Postmuseum? Wat gaan we allemaal daar zien? Een hele grote postzegels. Als het goed is, ik weet niet of dat op de lijst staat. Ja, Postmuseum staat Maar ook daar, via de Facebookpage, als men geïnteresseerd is in het Postmuseum, kan men via de Facebookpage kan men komen naar het museum. Misschien hebben we het toch wel. Ja. Ik heb hier, ze hebben aangegeven dus dat ze sowieso een slideshow zullen hebben met voice-over. Over de geschiedenis van POS, van het Postmuseum, van Surpos. Ze hebben ook rondleidingen binnen hun Postmuseum. Ze hebben ook een schrijven naar een brief aan Sinterklaas. Ik denk dat is een activiteit voor de kinderen, dat ze alvast gaan doen. Gezien ze Surpos zijn, zullen ze de brieven dan meesturen. en ik zie dat ze ook een leuke fotoboot zullen hebben, waar mensen dus leuke foto's kunnen maken. Ja, en het thema dit jaar is educatie en onderzoek. Ja. Wat kunnen bijvoorbeeld kinderen die meekomen verwachten van? Kunnen ze ergens meedoen aan een spel of een klein onderzoekje? Hoe zal dat verlopen? Dus inderdaad, verschillende organisaties hebben dus gewerkt met het thema. Sommigen misschien meer in research, maar wat ik zie is veel meer education. Zo bijvoorbeeld Stichting Surinaams Museum. Heb je dus filmpjes die de geschiedenis toelichten, maar ook die speurtocht om alles over het fort, de geschiedenis van het fort te achterhalen, is een manier om inderdaad de jeugd te educaten. Maar natuurlijk de jeugd, het bezoeken sowieso al aan een museum is een stukje education. Ja. Dus zo hebben we gespeeld met het thema dit jaar. Ja, en als we denken aan dus al die 15 speciale instellingen die deel zullen nemen hieraan, dan denken we van hoe zullen ze dus een diversiteit brengen in het geheel. Want uiteindelijk wil je niet ergens komen en zeggen van ik heb dat verhaaltje al daar gehoord. Dus hoe zorgen jullie daarvoor? Ja, dus wat ik zei, er is inderdaad een commissie met vertegenwoordigers van alle organisaties. En we hebben wel afgestemd met elkaar, oké, wat ga jij presenteren, Maar de musea zijn zo divers, Postmuseum, Numismatisch Museum, Rummuseum. Dus het is bijna geen overlapping, maar juist een goed mooie aansluiting. Dus dat hebben we ook gezien. En waar je hier en daar een overlapping zal hebben, dat is niet zo erg. Want er zijn verschrikkelijk veel evenementen. Ik denk een bezoeker die zal zeker een half uur minimaal blijven op een locatie. Dus als je het goed uitrekent, ga je niet alles kunnen aandoen. Dus de kans dat je iets dubbel ziet, is bijna minimaal. Dat is ook een punt van me, want ik denk, gaan we alles kunnen zien op één avond? Dus denken jullie in de toekomst dat jullie meerdere dagen toewijden aan museumnacht? Toch meer dagen? Nee, kijk, de museumdag is al een manier om het een beetje te verspreiden. Nogmaals, wat we zeiden is, we gaan blijven evalueren. Omdat dit horen vaak van Migado, er is zoveel te zien en ik moest echt kiezen. Ja, precies. Ja, maar je moet je kiezen. Er is een heel breed spectrum van mogelijkheden. De bedoeling is inderdaad dat je gaat uitkiezen. En dan hopen we op volgend jaar om misschien een ander museum te bezoeken. Dus zo willen we het inrichten. Maar we blijven evalueren hoe we het aantrekkelijker kunnen maken. Okay. En als we kijken naar de belangstelling van de Surinaamse samenleving. Hoe groot is de belangstelling voor Museumnacht?
Ontzettend groot. Dus het is heel groot. We hebben dus vergeleken met de voorgaande jaren, waar we vorig jaar per musea zeker plus, laat zeggen tussen 500 en 700 bezoekers. Dus maal 15 deelnemers. En we hebben ook gezien dat men echt elk jaar wachten ze. Ja, kijk, ze wachten echt op museum. Nou, ze bellen ons wanneer is de eerstvolgende. Ja, ze zijn echt nieuwsgierig naar. Ik liep door de stad laatst en mensen vielen me aan om museum. Nee, het is echt prachtig om te zien. En dat is natuurlijk ons doel om mensen te trekken naar de musea. Zodat ze bekend raken met het museumwezen. En dat ook buiten zo'n museumnacht ze hun eigen museumdag gaan organiseren. Ja. Vrienden meegaan. Dus dat is de hele bedoeling erachter. Ja. En we hopen dus dat het inderdaad effect heeft. Oké. En een vraag voor Rumhuis. Want vorig jaar was ik nog met een groepje daar, nichtjes en neefjes. En ze wilden allemaal die rondleiding meemaken. We hadden niet begrepen dat je vooraf moest registreren. Maar je mocht wel in een race staan om dus een deel te kunnen nemen aan die rondleiding. Dit jaar hebben jullie dus die een registratie die verplicht is vooraf. Uh-huh. Ze kunnen ons dan bellen voor de registratie. We hebben trouwens al een paar registraties binnen. Er zullen natuurlijk ook wat kledingsvoorschriften bij komen kijken bij de tour. Voor de mini-workshop hoeft dat niet. Maar voor de tour zijn er wel kledingsvoorschriften, moeten we in de productie gaan. Mm-hmm. Maar om alles echt ordelijk aan toe te laten gaan, hebben we dit jaar wel gezegd, registratie vooraf en verplicht. Ja, vorig jaar was het bijzonder druk bij het Rumhuis. Omdat het niet echt duidelijk was, maar we gaan het dit jaar wel zodanig duidelijk maken dat ieder zich registreert voor de tour. En we hebben dus beperkt aantal personen die we kunnen accommoderen. Dus bij AUB registreer zo snel mogelijk voor de mini-tour bij Rumhuis. Okay. En als we naar het museumnacht in zijn geheel kijken, welke impact denken jullie dat een museumnacht heeft op de lokale cultuur en toerisme in Suriname? Toerisme is een beetje tricky, omdat we hebben ons niet gefocust op toerisme. Mm-hmm. Aanvankelijk speelden we wel met het idee om het tijdens de zomerperiode te doen waarbij er veel toeristen zijn. Maar dat is niet onze main yeah. Wij willen echt de Surinaamse gemeenschap weer bekend maken met het museumwezen. Dus daarom hebben we gezegd van oké, we gaan ons niet concentreren op de toeristen, maar op die Surinaamse gemeenschap. Yeah. En dat is ons doel. En daarom houden we het nu. De scholen zijn weer begonnen. Het is nog redelijk goed weer. En ja, we hopen dus dat ze massaal trekken naar de musea. En dat ze geïnteresseerd raken van hier kunnen we dus kunst, cultuur, zelfs culinair kunnen we dingen dus meemaken. En dat het enthousiasme dan erin blijft. Ja, en dus museumnacht is eigenlijk bedoeld om de bewustwording over onze museawezen te bevorderen hier in Suriname. Nu hebben we al 8 keer een museumnacht georganiseerd. Wat is jullie observatie? Komen meer mensen na zo'n nacht bij jullie langs of met scholen of met een kleine groep? Neem dat toe? Het is een beetje moeilijk, omdat COVID ertussen was, om het te observeren. Kijk, wat we waarschijnlijk moeten doen, de bezoekers naar de verschillende musea, moeten misschien een survey laten invullen. Waarom ben je geïnteresseerd geraakt om naar het museum te komen? En als ik dan van vrienden of familie, en hopelijk is er daar ook een mogelijkheid om te registreren vanwege een museumnacht. Zo zou het beter kunnen bijhouden. Dus het is iets dat wij als collectief misschien moeten introduceren. We willen ook heel graag ons beter gaan bundelen als musea. Dus een federatie opzetten. De geluiden worden steeds sterker. Mm-hmm. Zodat we dit kunnen gaan bijhouden. Maar kijk, het enthousiasme waarmee er steeds wordt gereageerd op museumnacht geeft al aan dat het een bewustwording is dat dit er is. En dat het museumwezen in principe wel op de radar is van de mensen. Maar echt concreet met data hebben we dat nog te kunnen aantonen. Ja, en natuurlijk zijn er veel uitdagingen bij het organiseren van zo'n groot evenement. Wat zijn de voornaamste uitdagingen die jullie hebben ervaren tijdens het organiseren van museumdag voor dit jaar? Ik ga beginnen, maar Astrid kan er alles over zeggen. Ik denk, je hebt te maken met verschillende organisaties die nog niet zijn gebundeld. Ja. Dus hoe krijg je de mensen op één lijn? En Astrid staat soms echt te vechten om de feedback terug te krijgen op tijd. Gewoon omdat we nog niet goed zijn georganiseerd. Dus dat is één. Maar
En dan heb je dus de dag zelf. Daar zal Astria misschien beter op in kunnen gaan. Ja. Maar. Nee, dus in feite is het werkelijk zo. We zijn met 15 deelnemers. Eigenlijk 19. Dus ja, je kunt voorstellen, het is toch wel echt trekken aan iedereen om alles bijeen te krijgen. Ja, Astria is wel iemand die echt trekt aan mensen. Ik denk Patrick kan daarover praten. Maar je is goed. ja, dus uiteindelijk hebben we het klaar kunnen spelen als collectief. Maar het was wel echt trekken aan iedereen. En we kunnen toch wel vruchten van plukken nu. Ja. En dan natuurlijk de sponsoring is ook belangrijk. Ja, straks heel gaan we belangrijk. Dus de namen nog doorgeven. Maar natuurlijk hebben we sponsoring nodig. Dus dat is ook een beetje trekken aan bedrijven. Omdat het is, ze beginnen het in te zien. Maar ik denk dat er een paar jaar gaan de bedrijven op een rij staan. Ja, in de rij staan om mee te maar dat is ook een beetje een uitdaging. En dan een geschikte dag uitkiezen. Dus het was ook challenging dit keer. We hebben volgens mij 3 of 4 keer moeten verschuiven. Ja. We hadden uiteindelijk een mooie datum, oktober. Dat was 26, toen hoorde plotseling Diwali. Ja. En het is goed dat we het hebben uitgesteld. Ja. Omdat Diwali was de hele stad zat helemaal vast. Ja. 26 hadden we dus activiteiten bij Plein. We hadden activiteiten bij Paramaribo Zoo. Ja. We hadden activiteiten bij Sanabudaya. Dus al een duur zeiden we, nee, dat gaat niet werken voor ons. Dus vandaar. Oké. En als ik kijk naar de samenwerking, dus onderling, maar dus het doel van Museum Nacht is ook om dus bewustwording op gang te brengen. Niet alleen dus voor ouderen, maar ook dus vanaf kleins af aan. Ja. Dus is er een samenwerking met het ministerie van Onderwijs? Er is informatiewisseling, mm-hmm. Maar het is nog niet op dat niveau dat we zeggen van oké, dit wordt fully endorsed door de overheid. Ze zijn wel betrokken. Maar niet in die mate dat ik kan zeggen van er is een hechte samenwerking. To be very honest. Yeah. En we moeten kijken naar manieren om ze toch weer ook erbij te betrekken. Is het nodig op dit moment? Het is altijd handig als je dus natuurlijk steun krijgt van de overheid. Mm-hmm. En dat ze dus dat ook passen in hun beleid. Maar op dit moment is het op een laag pitje. Okay. En als we kijken naar 9 november, mm-hmm. Kunnen mensen sowieso gewoon rondrijden naar al die musea met hun eigen vervoer. Maar op de persconferentie van maandag hebben jullie ook aangegeven om zoveel mogelijk mensen aan te trekken en mensen de gelegenheid te geven om dus diverse musea te bezoeken. Zijn er busroutes? Kunt u ons meer vertellen over de busroutes? Ja, dus voor Museum Nacht, dat is dus 9 november, hebben we wel bussen geregeld. We hebben dus 6 busroutes. Die zijn dus ook op onze Facebook-page te zien. We hebben dus busroute 1, dat is dus vanuit het Nationaal Archief. Dat is Museum Nacht. Dat is dus Klevia Park naar het Surinaams Rumhuis. Ze moeten zich eigenlijk bij Klevia Park moeten ze dan zich verzamelen. Dan gaan ze naar het Rumhuis. Vanuit het Rumhuis gaan ze naar Villa Sapacara, Stichting Surinaams Museum. Vanuit Stichting Surinaams Museum gaan ze naar het Numismatisch Museum en dan naar Surpas. En dan van Surpas gaan ze naar Joods Museum, G-Art. En dan van G-Art naar NAX en dan Nationaal Archief. Route 6 is wel een aparte route, dat is Frederiksdorp. Gezien we 5 uur zullen starten, moeten mensen zich wel al 4 uur aanmelden bij Fort Zeelandia. De eerste groep die start dus 4 uur, die vertrekt van Fort Zeelandia 4 uur richting Frederiksdorp. En de tweede groep die gaat dus 6 uur vertrekken richting Frederiksdorp. Er is daar wel een entreekosten van 150 SRD, dat is dus inclusief transport. De andere routes die zijn gratis, dus route 1 tot en met 5 is gratis. Okay. Voor wat de routes betreft, blijven die bussen wachten of? Nee, die bussen gaan pendelen. Dus we hebben 1 tot 2 bussen, hangt af welke route ze zijn. Mm-hmm. Als het echt lange routes zijn, hebben we dus 2 bussen voor die routes, waardoor ze gaan pendelen. Dus mocht het zijn dat je dus van het Klevia Park naar Rumhuis gaat en je stopt bij Rumhuis, je gaat je ding doen, gaat er sowieso een andere bus komen die waarmee je ook kan, die je verder kan brengen naar de volgende plek. Okay. Ja. Dus in totaal 6 tot 8 bussen die constant rijden. Dus ja, die bussen gaan dan pendelen. Ik zou willen voorstellen, het is sowieso gezellig in de bussen. Ja, het is gezellig. En denk ook aan het milieu, mensen. Dus als je je auto ergens parkeert, je komt wel weer terug naar je auto toe. Ja. Oké. En jullie zijn nu bezig met dit jaar, maar hoe zien de plannen eruit voor de komende jaren? We hebben al de komende 5 jaar helemaal uitgewerkt. In New York ook. Nee, we gaan, ik denk voor volgend jaar gaan we gaan zeker weer snel evalueren.
En kijken hoe we dat nog beter kunnen doen. Mm-hmm. Ik vind dat de load wel heel zwaar is, bijvoorbeeld op één organisatie, met name op Astria. Dus dat zou anders moeten. Maar je gaat wel een trekker moeten hebben, misschien een betere inrichting van de commissie. Mm. Misschien hoeft het niet zo groot, maar dat je een kernorganisatie hebt van vier organisaties. En dan heb je dan de rest van de deelnemers. Mm-hmm. Dus we moeten goed evalueren hoe we het beter kunnen doen. En inderdaad, hoe effectief zijn we? Ja. Bereiken we inderdaad ons doel? Klopt. En hoe kunnen we het meetbaar maken gedurende de rest van het jaar? Dus goed dat u dat zegt. Het doel van vorig jaar is niet bereikt. Want er is al een evaluatie gepleegd voor het vorig jaar, hè? Ja, ik denk het wel. Ja, het zeker wel. Weten, ja. Zeker weten. Het enthousiasme is sowieso daar, dat zei ik al een paar keer. De manier waarop men steeds reageert. Als ik loop, terwijl ik bijna niets doe met de organisatie zelf, denk men vaak dus dat ik de grote moeder ben achter de organisatie. Maar dat is meer Astria, in alle eerlijkheid. Maar men blijft vragen, wanneer komt het weer? Het was interessant en het was een hele brede scala van topics die ik heb gezien. Mm-hmm. Dus in dat opzicht sowieso, anders zou je niet zo enthousiast mee hebben. Je zal het zien, klopt. Dit jaar gaat het nog groter zijn. Dus het is inderdaad deel van het succes. Mm-hmm. Maar nogmaals, gaan er meer mensen naar de musea? Wij houden wel cijfers bij. En we hebben wel een toename gezien. Is het vanwege het museumnacht? Dat moet je met een service, moet je dat echt gaan, moet je data science gaan loslaten erop. Dus volgend jaar, rond deze tijd bij ons interview, hoop ik dat we inderdaad kunnen zeggen, ja, het is vanwege de museumnacht dat er een x-aantal meer mensen zijn gegaan naar verschillende musea. Ja. Oké, en als jullie de mensen thuis moeten oproepen voor museumnacht aanstaande weekend, wat zou jullie oproep zijn? Zeg maar. Je hoeft echt niet te komen hoor. Niks. Nee, het is echt een bijzondere nacht. Dat hebben we gezien de afgelopen 8 keren. Het is alleen maar gegroeid. Er is zo'n grote variëteit. Dus je kan je menu zelf samenstellen. Bezoek de Facebookpage. Daar is voldoende informatie om straks goed te kijken wat je wil. Ik kan je garanderen, het is een nacht die je zal blijven herinneren. Nacht en een dag. Nacht en een dag. Wat zou jouw oproep zijn? Ik zou zeggen, komen jullie allemaal, klein, oud, maakt niet uit, breng oma mee, breng kleinkind mee. Komen jullie allemaal, zowel museumnacht als museumdag. Het gaat wel even, het moet er kiezen zijn van waar ik naartoe moet, want er zijn heel veel plekken. Maar natuurlijk, de activiteiten zijn allemaal en overal heel erg leuk, educatief. Dus kom maar, kijk even waar het naartoe leidt. En we zien jullie dan op 9 en 10 november. En zouden jullie nog een oproep willen doen aan sponsoren of aan de overheid? Natuurlijk. Ja, why not? Yes. Die sponsoren hebben sowieso nodig. Hierbij zal ik dan alvast onze sponsoren bedanken. We hebben dus dit jaar Staatsolie, GoTo, we hebben Tomahawk, we hebben iPrint and Designs, we hebben Basic One. We hebben Hem Suriname en Fernandez Bakkerij. Teleperformance Suriname ook niet vergeten, want hun trekken onze social media. Ze zijn ook bij elke meeting aanwezig. Dus van hieruit hartelijk dank. En natuurlijk hebben we, als er andere sponsoren zijn, you're welcome to enjoy the group, because we need you guys. We hebben jullie echt hard nodig bij deze. Omdat het ook eigenlijk een evenement is die we uit ons eigen doen. De interne activiteiten die worden door onszelf bekostigd. En laten we zeggen, de algemene dingen zoals de bussen, dus transport, social media, die dingen worden dan wel uit een bepaald potje gehaald. Onder andere de sponsorspotje, als je het zo mag noemen. Dus hoe meer sponsoren, hoe meer we kunnen doen. Yeah. Dus bij deze, degene die willen sponsoren, ze kunnen mij contacten, ze kunnen Patrick ook contacten. En als er een sponsor is die natuurlijk nog wil afwachten, bezoek de verschillende evenementen. En dan krijg je ideeën als het de moeite waard is om te sponsoren. En ik weet zeker dat het de moeite waard is. Oké. Kijkers, u heeft het gehoord van
Astria van het Rumhuis en Patrick van het Surinaams Museum. Museumnacht staat voor de deur, komt allemaal, want dan kan je meer leren over de diverse cultuur van Suriname, maar ook wat die musea allemaal te bieden hebben. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dan zijn we terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.